Ik poets mijn tanden na het eten, omdat ik het zo heb geleerd. En omdat als ik het voor het eten zou doen, dan zou mijn eten vies maken. Meestal poets ik mijn tanden voor het ontbijt, omdat ik het heb geleerd van mijn papa. Vroeger poets ik eigenlijk altijd mijn tanden na het ontbijt. Maar ik ben nu op vakantie geweest en daar heeft iemand me eigenlijk gezegd dat het beter is om voor het ontbijt te poetsen. Dus nu poets ik altijd mijn tanden voor het ontbijt. En wat is nu juist tanden poetsen, voor of na het ontbijt? Of je tanden poetst voor of na het ontbijt maakt in principe weinig uit. Er is geen wetenschappelijk bewijs over wat nu het beste is. Als je tanden poetst voor het ontbijt, dan ga je je tanden eigenlijk beschermen tegen alles wat je gaat eten. Zoals ja, zoete choco, de zure fruitsap dat je drinkt. Daartegen ga je je tanden dan beschermen. Als je je tanden graag poetst na het ontbijt, dan is het belangrijk dat je een half uurtje wacht. Waarom? Omdat alles wat je gegeten hebt, gaat je buitenslagje van je tand een beetje aantasten. En je speeksel heeft de tijd nodig, het duurt ongeveer een half uurtje om dat laagje te herstellen en sterk te maken. Dus? Of je je tanden nu voor of na het ontbijt poetst, het belangrijkste is dat je ze poetst. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.